Hallo lieve stier, welkom bij jullie maandreading voor de maand april. Nu is er eerder in maart ook al een video online gekomen voor maart en april. Ook een sterrenbeeldreading per sterrenbeeld. Ik zal deze linkje in de beschrijving zetten, zodat je eventueel die video ook nog zou kunnen zien, mocht je die nog niet hebben bekeken. Wellicht zit er een ander item wat aangeprikt wordt, wat voor jou ook belangrijk is om nog onder ogen te krijgen. Mocht je in je zonteken aan het kijken zijn, maanteken, venusteken, ascendant, noordelijke maanknop of een ander teken uit jouw sterrenbeeld, wees welkom, ook voor alle crosswatchers die aan het kijken zijn. Kijk even welke tijdlijn voor jou bestemd is en welke voor de persoon waarvoor je aan het kijken bent. Neem alleen het stukje mee wat van toepassing is en laat de rest gewoon lekker los. Nu gaan we dus kijken voor april wat er naar voren gaat komen. In het energetisch veld is er behoorlijk wat roerigheid aan de hand. We hebben natuurlijk zojuist ook de volle maan energie gehad met maanverduistering. Die speelt ten tijde van deze opnames ook nog mee in het energetisch veld. 1 april gaat Mercurius retrograde lopen. Het stukje planeet over het stukje denken, hè? Een stukje communicatie. Verder hebben we ook nog begin april dat de nieuwe maan met de zonsverduistering actief zal zijn. Daarbovenop hebben we natuurlijk de gewone normale energiepoordagen nog, hè? De engelenpoordagen en alles wat er omheen nog hangt. De lente-equinox speelt een onderdeel ook in april. Er zijn energetische poorten geopend door de transformatie van de eclipse. Dus we gaan gewoon kijken, lieve stier, wat er naar voren gaat komen voor deze komende periode voor jullie. We krijgen als eerste melk en honing. Kaart 51 maakt 6. Voelt voor mij vanuit een hele andere energiestroom. Het leren ontvangen, het genieten van het leven. Een bepaalde overvloed ervaren. Het voelt voor mij eigenlijk als een hele fijne, stabiele kaart. Maar ik zal eens even nog wat kaarten erbij nemen. En we gaan gewoon kijken wat er nog naar voren mag komen voor jullie lieve stier. We hebben de Reno Spirit, overcome any obstacle. Dus overkom elke obstakel. Oh, deze kwam er, ik weet alleen niet meer in welk sterrenbeeld dit was. Take the lead. Neem weer de leiding over je leven. Maak er gebruik van het energetisch veld wat op dit moment actief is. Doe er je voordeel mee. Het voelt voor mij ook dat je een beetje te veel aan het genieten bent. Waardoor je dus ook een beetje vast blijft houden aan de mooie cyclus waar je in zit. Terwijl er ook nog een hele wereld om jou heen geactiveerd is. Waar je gebruik van kunt maken. En door kunt pakken. Voelt voor mij dat je al zoveel overwonnen hebt, dat je nou even gewoon rust wil hebben. Even ontspanning. We krijgen erbij de elfen. Je hebt een sterke verbinding met de elfen en je levensopdracht houdt in dat je moeder natuur behulpzaam bent. Ik weet helemaal niet of jullie het zien op het scherm, omdat die überhaupt scherp stelt. Hele mooie energie. Het voelt voor mij ook dat jij die bescherming, die vleugels om jou heen hebt. Dus elk pad wat jij ook gaat bewandelen, zal ervoor zorgen dat het eigenlijk de juiste intensiteit naar voren zal komen. En ik zeg de juiste intensiteit. Dit kan ook een intensiteit zijn van pijn en verdriet. Maar als dit ervoor zorgt dat jij dus naar een nieuwe shift mag gaan groeien en dit in de weg staat, dan zal dit gaan ontkoppelen. En dat zien we ook met dat eclipseizoen die gestart is. Hè? Er is iets in werking gezet, waarbij dus voor sommigen ook een soort torenmoment kan komen of wat dan ook. En dat zorgt er dus ook voor dat, of het nou losgetrild gaat worden in een negatieve vorm of uiteindelijk inzicht gaat krijgen op iets positiefs. Het is nodig om jou te verlichten, om jou te ontkoppelen van energie wat jou niet meer dient.
Zeven van zwaarden krijgt me bijna in elke reading wel even naar voren. Dat is het stukje saboterende energie. Maar bij de meeste is het wel zo dat de inzichten erover gaan komen. Oké, je ligt er dus niet meer wakker van. Van de energie wat is geweest. Van de illusie en misschien ontoepasselijke... Ja, negatieve stroming, een beetje die saboterende energie, het valse energiestukje. We krijgen de 9 van zwaarden op kop erbij. Dus je gaat verder, jij geeft er niet aan toe. Maar dit kan dus wel weer even aangeprikt gaan worden de komende periode. Kijk, we hebben het over de toren en deze toren komt erbij, maar die kwam op kop. Dus voor mij voelt dit dat er al eerder een torenmoment is geweest, waardoor nu jij op een bepaalde positie zit, dat je kunt genieten, dat je die vrijheid hebt. Maar toch kan er weer even iemand of een les op je pad komen, of een gebeurtenis, of een gedachtenmoment, die gekoppeld zit aan dat torenmoment. En dat kan voor iedereen dus anders zijn, omdat iedereen natuurlijk zijn eigen tijdlijn bewandelt, zijn eigen situatie heeft. Dus neem echt even voelbaar in jouw systeem op waar dit aan gekoppeld kan zitten. Heb je het gevoel van, nou ja, ik kan het niet thuisbrengen. Laat het dan ook gewoon even lekker los. Dan is wellicht de video op een later moment pas compatible met jou. Of kijk dan gewoon echt even naar een van jouw andere tekens in jouw geboortehoroscoop. De toren op kop voelt voor mij ook echt als verlossing, als goede karma. Het ontkoppelen van obstakels, wat ik al zei, hè, het kan in de positieve zin zijn of de negatieve zin. En dit voelt voor mij in de positieve zin, waardoor jij jouw vrijheid weer gaat krijgen. Die grote veranderingen hebben dus echt wel nodig in werking gezet. En dit is voor jullie misschien wel al een proces wat met de vorige eclipseizoen is gestart. Dus eind, ja, wat zal het, oktober, november zijn geweest, 2023, waarmee... er iets aangeprikt is waarbij al een karmische loop aan het doorbreken is geweest. Het is nu tijd voor die wedergeboorte. Onder Kandek krijg ik de 6 van staven in combinatie met de doodkaart. Dood en wedergeboorte, dus het opstaan weer uit je graf, naar die vernieuwing gaan. Maar ook dat stukje verlichting voelen. Hè? Transformatie, die rebirth, die totale verandering in jouw energetisch systeem. Daarvoor zit je dus nu comfortabel, maar het zorgt er ook voor dat je uit die comfortabele zone weer mag stappen om weer naar een nieuw proces te gaan. En het comfortabele gevoel en vast blijven houden, dat is natuurlijk het makkelijkste wat je kunt doen, terwijl er weer een nieuw proces op jou ligt te wachten, lieve stier. En nou zul je denken van, mens, houd toch op, ik heb er nou even geen zin in. Ja, sorry, maar als het energetisch zo voor jou bepaald is dat jij... naar die vernieuwing mag gaan, dan gaat het toch gebeuren. Of jij nou weerstand biedt of niet, alles zal toch losgeshaked gaan worden. We krijgen de poolkaart, dus we hebben hier die dood en wedergeboorte en je gaat naar die vernieuwing toe en je blijft het vertrouwen houden dat jij het juiste in kunt gaan zetten. Je blijft dicht bij je eigen energie en dat stukje nieuw begin gaat dus gecreëerd worden. Wat ik al zei, hè, die voltooiing, je hebt een afsluiting gemaakt en je mag nu op dat nieuwe pad gaan bewandelen. Dit zal niet altijd even makkelijk zijn. Dit zal af en toe nog voor besluiteloosheid kunnen zijn. Wat conflict in jou op kan spelen. Maar van de andere kant voelt het niet als heel sterk geactiveerd in jou dat jij daar te veel op ingaat. Het voelt voor mij dat jij juist... we krijgen hier een 5-5. 5-5 staat natuurlijk ook voor grote verandering in het leven. Maar ook het stukje risico's durven nemen om dichter bij jouw zielsdoel te kunnen komen. En dat geven ze hier duidelijk weer dat dat nou jouw proces voor de komende aantal weken zal zijn. Nu heb ik het natuurlijk over april. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het alleen in april vorm gaat geven. Maar meer het gehele eclipseizoen wat dat wel geactiveerd zal zijn. Waarbij jij de leiding weer terug gaat nemen over het leven. Waarbij jij inziet welke ambities jij bezit. En dat jij niet altijd in een bepaalde weerstandspositie dient te zijn om een conflict op te lossen. Er zijn ook andere mogelijkheden om bepaalde conflict situaties eigenlijk los te koppelen.
Maar daarvoor dien je wel beslissingen te nemen die gekoppeld zitten daaraan. En denk daarbij aan van eventueel verbindingen wat niet meer lekker loopt. Of situaties of van windrichting veranderen. Het heeft allemaal met die oprechtheid naar jezelf te maken. De koningin van zwaarden komt ook in bijna elke reading wel duidelijk naar voren. Een stukje communicatie in jouzelf. Maar ook oprechtheid en eerlijkheid om bepaalde knopen door te hakken. Wat gekoppeld zit aan iets wat is geweest. Je zit ook echt met het rug naar het stukje verleden toe. En je hebt zoiets van, toekomst kom maar ik ben toch nog wel een beetje huiverig. En ik ben bedachtzaam in de zin van wat er komen gaat. Dus mocht er iemand komen die slechte intenties heeft van, bam, jij bent dan met dat zwaard en je laat het dan ook niet toe. Terwijl je wel van de andere kant rustig duwt van, het mag wel weer gaan stromen, maar het is nog wel een beetje terughoudendheid. Nu zien we hier ook, dan kan ik het niet helemaal helder zien, een soort elfje of zo. En we hebben hier natuurlijk ook het elfjeskaart naar voren. Dus er gaat echt wel het een en ander naar je toe komen. Nu is het ook zo dat de sluier tussen het aardse en het spirituele dunner zal zijn de komende weken. Door eigenlijk alle dagen die er actief zullen zijn. Waardoor je ook veel dromen zult kunnen krijgen of veel boodschappen kunt ontvangen. En hier ga jij blij van worden. De boodschappen die naar jou toe gaan komen, geven jou ook weer een nieuwe boost. Ze gaan jou ook laten zien dat er nog meer geluk aan het eind van de regenboog staat te wachten. En dat jij niet alle lasten die jij eigenlijk tot nu toe hebt gehad, allemaal mee hoeft te nemen. Dat kun je ontkoppelen uit jouw systeem. En als je je eigen vrijer daarin gaat bewegen, zul je ook merken dat er meer naar je toe gaat stromen in een hogere vorm. En waar je op dit moment misschien dacht van, ik heb eigenlijk vanuit liefde ben ik al aan het ontvangen. Wacht maar af, er gaat nog veel meer komen, lieve stier, wat voor jou bestemd is. Dat heeft te maken met jouw innerlijke passie, waarbij jouw innerlijk vlammetje eigenlijk weer gaat branden. Stukje vastberadenheid, het creatieve stukje wat weer geactiveerd gaat worden. Het stukje levensenergie wat verder geüpgrade gaat worden. Nu kan het zijn dat sommigen ook een bepaalde gave of talent gaan ontdekken, waarbij ze kunnen magnetiseren of eventueel met energie mensen kunnen helpen. Dat zal het niet met iedereen compatible zijn. Het kan ook zijn dat je misschien energie kunt lezen. Misschien ga je ook iets met tarot doen of wat dan ook. Maar het voelt voor mij dat er in het energetisch veld wel het een en ander in jou in zicht gaat komen. Waar jouw zielsmissie ook mee te maken heeft. Nu kijken er natuurlijk ook heel veel mensen die als lichtwerker hier actief zijn op aarde. En daar verbind ik hier dan ook mee met deze reading. We krijgen ook de chariot, kreeftenergie naar voren. Twee paarden volop in galop. Dus de stroming zit er vooruit in. Het heeft er alleen mee te maken dat je op een gegeven moment wel er knopen door dient te hakken. Knopen wat ervoor zal zorgen dat je het leven weer kunt verrijken. Het leven weer kunt gaan vieren. En dat heeft ook te maken met bepaalde ontkoppelingen van mensen in jouw directe omgeving. Of het nou zakelijk is of privé. Waarmee jij niet meer compatible mee bent. Waardoor jij dus eigenlijk een stagnatie in jouw energie hebt. Nou is het niet zo dat je die mensen helemaal uit je leven moet hebben om te kunnen ontkoppelen. Je kunt ook energetisch ontkoppelen en eventueel daar een bepaalde afstand energetisch in doen. Dan kun je nog altijd in het aardse stukje met elkaar in contact blijven, maar in een andere vorm zal dit dan neergezet gaan worden. Hier ga je helderheid over krijgen. Je gaat ook steeds meer het leven weer vieren in. En erop uit met mensen in contact komen die gelijkgestemde blijken te zijn. Waar je in eerste instantie meer in jouw bubbel zit, ga je nu meer de wereld instappen. Waarmee je eerst nog echt een beetje alleen op dat eilandje zat, ga je nu verder de wereld ontdekken wat er nog allemaal meer in petto ligt op jouw zielspad. Voor sommigen kan het dus ook zijn dat er iemand energie aan wil gaan bieden op romantisch vlak. Of waarmee jij gewoon fijn kunt connecten op zielsniveau. Waarbij je je emoties kunt vertellen. Waarbij je je gevoelig op kunt stellen. Bepaalde fijne communicatie wat tot stand kan komen.
hoeft dus niet altijd op het romantische vlak te zijn. Maar het voelt wel dat jullie meer compatible zijn als dat jullie in eerste instantie denken. En dat jullie heel veel overeenkomsten hebben die met elkaar gekoppeld zullen worden. En hoe meer jullie in gesprek zullen komen, hoe meer je ook vergelijkingen zult ontdekken. Voel het een beetje als een soul connection, maar het hoeft dus niet pertinent op het romantische stuk te zijn. En dat heeft ermee te maken omdat een bepaalde pijnstuk getransmitteerd is naar het licht, waardoor je dus ruimte gaat krijgen om ook weer te gaan genieten in een andere stroming van het leven, waarbij veel stroming vooruit zit. En eigenlijk de obstakels die op de weg komen te liggen of op de weg zijn geweest, die ren jij voorbij in de zin van dat doet jou niks meer. Dat overkomt jou niet meer in de vorm wat het vroeger heeft jou belast. We krijgen er de sterkaart bij. 5 van munten op kop. Dus al voel je je eigen soms misschien een beetje eenzaam, je gaat wel de wijde wereld weer in. En je gaat steeds meer mensen treffen op jouw pad die ook compatible zijn met jou. In welk aspect dan ook van het leven. Hè? Dat het nou op het vriendschappelijke niveau is of het connecten. Op zakelijk vlak of gewoon gelijkgestemde. Dus voor sommigen dus echt wel op romantische elementen. Maar ik zie hier meer de vorm van echt het leven weer gaan vieren. Het hoogst haalbare eruit halen wat voor jou bestemd is. Volop genieten en ja, daar de focus op hebben liggen. Nu is dit jouw eigen energie waarbij je de passie weer terugvindt. Maar emotioneel ook je balans hebt gevonden, omdat je het oude achter je hebt gelaten. Omdat je niet meer meeging in dat energetische, karmische looppatroon waar je in hebt gezeten. Oké, waarom komt deze op kop? Onderkant dek zeggen ze, oké, de Tauren. Dus er is ergens energetisch een verbinding verbroken. En of dat er nou op het zakelijke vlak is, of romantisch of vriendschappelijke vlak. Er is een verbinding geweest waarbij jij in eerste instantie het gevoel had dat er een bepaalde stabiliteit neergezet kon worden. Maar dat was niet. Jullie zijn niet compatible met elkaar geweest. Dit bracht meer moeite met zich mee in de zin van dat jij je eigen aan ging passen. En daar heeft het universum eerder een stokje voor gestoken. Daarom komt hier die toren op kop en hier rechtop als bevestiging van oké, eerder is er een verbinding geweest. Deze was jouw blokkerende energie. Deze is zo je leven uitgebonjourd. Het kan zijn dat dit energetisch alleen is gebeurd en dat iemand nog in de fysieke wereld actief is. Denk dan bijvoorbeeld aan als jij samen kinderen hebt, dat je energetisch misschien wel ontkoppeld bent, alleen in de fysieke wereld nog niet ontkoppeld kunt zijn, omdat de kinderen misschien nog jonger zijn, omdat je nog contact hebt met de vader of moeder van je kind. Maar dit zal ik niet meer als belemmering aanvoelen. Het voelt voor mij als opschoning, helderheid wat er gekomen is. Het voelt veel lichter eigenlijk. En toen was het misschien een schokkende ervaring waarbij iets gruwelijk in één keer het gevoel had dat je de benen onder je kont uitgetrapt werd. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat jij die nieuwe passie in jezelf hebt gekregen. En dat je dus ook weer van het leven kunt gaan genieten waarbij jij dus dichter naar jezelf aan het groeien bent. Dus eigenlijk die zwaarte uit je leven los aan het laten bent. Maar we pakken er nog wat kaarten bij. We gaan er nog even wat dieper op in. Dus al die pijn en verdriet hebben een bepaalde transformatie in werking gezet. 4 van bekers. Maar op dit moment kijk je alleen maar naar die nieuwe handreiking die mogelijk is. Die beker die jij hier al in je bezit hebt. Die je jezelf aanbiedt omdat jij het waard bent om te mogen ontvangen. Omdat jij het jezelf gunt om te mogen ontvangen. Al heb jij nog wel wat lessen hierin te leren. Je bent er wel al wat beter in aan het worden. En dat zien we ook natuurlijk net al met de koningin van zwaarden. Met dat zwaard dat je gewoon echt zoiets hebt van oké, ik ben nog een beetje weerbaar. Hier hou je hem nog recht op. Hier heb je hem al iets ontspannender.
op de grond hangen, zodat je zoiets hebt van oké, ik heb hem nog wel bij me en ik kan mezelf verdedigen, maar ik voel ook dat ik energetisch beschermd ben, dus ik heb het niet meer zo nodig als dat ik in eerste instantie ervaarde. Ik ben het waard om het hoogst haalbare te ontvangen. Ik ben het waard om naar die vernieuwing te gaan en het oude af te ronden en te voltooien. Je hebt veel kennis tot je genomen. We zien hier echt de verschuiving naar het nieuwe. De verschuiving. Nou, kijk eens. Voor sommigen kan het zelfs zijn dat jij zo ver in de verschuiving gaat zitten dat er een verhuizing plaats gaat vinden. Dat je van werk misschien gaat veranderen. Misschien verandering van woonplek, woning. Misschien soms zelfs over zee naar een verdere bestemming toe gaan voor een langere tijd. Wil niet zeggen dat het pertinent is, maar misschien ga je een maand of twee naar het buitenland om daar je rust terug te krijgen, om je alles weer op een rijtje te krijgen. Gewoon de dingen doen waar jij gelukkig van wordt. En ik voel dat hier al die ballast eigenlijk losgekoppeld is. En ja, dat je weet waar je nu in het leven staat. Je weet wat er naar je toe is gekomen. En dat komt omdat jij dat herstel ook hebt omarmd. Dat jij die strijd niet meer aan bent gegaan. Dat je de mogelijkheden en kansen die je hebt gekregen ook aan hebt gegrepen. Om te shiften in jouw energetisch systeem. Het stukje balans vinden tussen het aardse en het spirituele. Eigenlijk de basis wat voor iedereen nodig is in het hele transformeren van je eigen ik. Hè? Dat zie ik hier duidelijk naar voren komen. Je gaat beloond worden. Er is een voltooiing. Je hebt bepaalde kennis tot je genomen. En nu kun je op dat nieuwe pad ook verder lopen. Alleen is dat nieuwe pad wel spannend. Kan er ook voor zorgen dat je ook wat meer tijd voor jezelf gaat nemen. Maar even kijken, ik pak er nog wat kaarten bij de 6 van zwaarden en de 4 van zwaarden. Want er ligt best wel wat zwaardenenergie hier op tafel. Dus dat is echt wel waterman, weegschaal of tweelingenergie. Het kan zijn dat je daarmee te maken hebt gehad. Of dat jij ergens in jouw geboortehoroscoop een van die tekens hebt zitten. Wellicht dat er in een van die video's dan nog een extra boodschap voor jou zit. We krijgen weer de koningin van zwaarden. Dus je hebt... Excuus. Pak even een slokje water. Geeft ook duidelijk weer. Het slaat op mijn keel. Je hebt nu de uitspraak durven doen dat je een bepaalde richting in wilde zetten. Waarbij jij voelde, dit is voor mij bestemd. Innerlijke conflicten en strijd met anderen ben je niet meer aangegaan. Dit zorgt er ook voor dat je in een andere staat van zijn zult gaan komen. Pak nog één kaartje erbij als laatste boodschap. Kijk eens. Onderkant dekt de koning van bekers en de aas van munten. Je hebt de ambitie om iets nieuws op te gaan bouwen. Je krijgt de ruimte om een nieuw stabiel begin te gaan creëren. We zagen de voel al naar voren komen. Nieuwe mogelijkheden. Voor sommigen kan het zijn een nieuwe connectie die tot stand kan gaan komen. Maar voor mij voelt het ook dat dit een bepaalde emotionele stabiliteit is in de lieve stier zelf. De wereld die zich eigen verder gaat openen. Mogelijkheden die in zicht gaan komen. En vanuit daar het leven weer gaan omarmen. Genieten van alles om je heen. Het stukje balans wat daarin meespeelt. En liefde allereerst voor jouzelf. Lieve stier. Ik blijf een beetje een kriebel in mijn keel houden. Dus ik ga bij deze dan ook de video afsluiten. Ik hoop dat je iets aan deze reading hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter mocht dit jouw video zijn. Kijk anders echt even bij een van de andere tekens en naar de maand maart en april reading. Die ik dus beneden in de beschrijving zal linken. En dan wens ik jullie een hele fijne aprilmaand toe. Ondanks de intensiteit. Ik heb alle vertrouwen erin dat jij hier je stabiliteit in weet te krijgen en behouden. En dan wil ik jullie danken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!